Maar we komen nog drie ronden van het einde premie, jongens, en we hebben twee klopers. We krijgen een tweetal met David Trens en Hans van Bouw. David Trens wint de premie in de wedstrijd. Nog drie ronden, jongens. Nog drie ronden. Nog drie ronden. Euro, jongens. Premie van 10 euro. Nog twee ronden. Premie, jongens. Premie van 10 euro. Die zijn Peter Hoijongs, 212. Nog twee ronden, jongens, nog twee ronden. Nog twee ronden. Volgende ronde, een premie van 10 euro. Laatste ronde. Premie, jongens, premie van 10 euro. We stonden op café de Olivo. Premie. Premie, jongens. 25, Patrick Verbeek. We hebben 5 seconden. Rudy van Beek. Rudy van Beek. Ja. Het Hanzenpad heeft gekozen. Alles bij jullie. Erik van binnen. Aankomst. Peter Hoijdum komt er ook. Aankomst, juist. Hoijdum. Aankomst, jongens. En als je van hieruit juist ziet, is het Peter Hoijdum die het beter houdt, nummer 212. Aankomst. Ja, dat was veilig willen. Ja, check, dat is aan de beste van de kreeg. Ja, Peter, dan de westje van Joos. Het is vrij nu dat hij dat doet. Ik denk dat ik toen niet ga halen, dan denk ik zo dat ik er niet zo goed uitzien. Dan kun je dan ook beschrijven hoe dat hem dat doet. Dat is misschien ook een reden voor. Nou, jonge vrouw, dat weet ik niet, dat zou ik zo niet willen zeggen. Oh, Peter, hoe ben je zo vriendin? Geen idee. Ja, sommigen gaan het ook niet weten, maar ik weet het niet meer en werk ik nog toe. Dat ben ik al wat te doen. De vrouw, je staat te wachten. En het werk wacht ook. Patricia, onze sympathieke Café Basiel. Met de kussen erbij. In onze D-categorie, Luc van Rooij, onze wereldkampioen. En onze kampioen van België in de E-categorie, Georges Bons.
daarvoor een applaus, dames en heren. Peter Hoeven, Piet van Rooij en Jorge de Boek. Hallo. Nou ja, zit er nog maar bij. Heel veel kouwermol te drinken. Ah, ja. Zijn iemand tussen de jongste? Toe. Ja, ja, maar ik ben de oudste. Ah, ja, maar dat doe ik. Peter, voilà. Vraag eens aan Jorge dat hij naartoe. Het is een moment misschien. Ik kan beter dat hier kan staan.